Terug in het knussenhuis van Jaap genieten Sinterklaas en de Pieterna van de aankomst aan de kar in Uithoorn. Wat was het een warm welkom in Uithoorn en de Kwakel. De magie van Sinterklaas. Was het toch weer een hele leuke, gezellige intocht, hè? En wat fijn dat Jaap ons weer hier in zijn huis heeft gelaten. Ja, uiteindelijk bleek Jaap gewoon een hele goede man te zijn. En wat lief dat wij hier weer mogen verblijven. Mag ik wat stiller? Oh. Ik kan iemand het nieuws wat harder zetten. Hallo allemaal, we staan hier voor de Amstel waar Sinterklaas en zijn Pieter net zijn aangekomen. En ik ben eigenlijk benieuwd wat Stefan en Javy hiervan vonden. Stefan, wat vond je van? Nou, het was een prachtige intocht. De boot was er, de Pieter, Sinterklaas uiteraard. Ik heb heel veel pakjes ook gezien. Dus ja, dat is super. Ik ben hartstikke blij dat ze gelukkig zijn aangekomen. En Javy, wat vond jij ervan? Goed. Ja? Mooi. Nou, ik ben blij in ieder geval te horen dat zij het in ieder geval heel erg goed vond. Nou, misschien als je een echte mening wilt, die heb ik wel. De intocht was namelijk verschrikkelijk. Het was walgelijk. Ze komen hier aan. Die Pieter beginnen meteen te gooien met al die pepernoten. Je krijgt die pepernoten op de grond, worden zo in de grond getrapt. Alles is meteen weer helemaal vies. En ze gooien zelfs een pepernoot bijna in mijn oog. In mijn oog, ja? Ik vind het echt wanstaltig. Het is verschrikkelijk. Het is onacceptabel. En mijn lief, meneer, ik ben nog niet klaar. Dit hele feest is één grote schande. Ze hadden er nog wel iemand blind kunnen gooien met zo'n pepernoot in je oog. En weet je, ik heb er daarom mijn persoonlijke missie van gemaakt dat in heel Uithoorn en omstreken geen enkele pepernoot meer gegooid zou worden door één van die pieten. Zo, alsjeblieft. Nou, in al die jaren heb ik dit nog nooit meegemaakt. Ik weet ook niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Ik hoop in ieder geval dat het, de intocht in ieder geval verder goed gaat in het feest. Ik ben gewoon helemaal maar wat zou ze daarmee bedoelen? Geen idee. Maar gelukkig liggen al onze pepernoten veilig in de pepernotenkamer. Daar kan ze het gewoon mooi bij. Zeker niet, want de sleutel heb ik altijd bij mij op zak. Ah, kijk, gelukkig. Ja, ja, maar Piet, het zou best wel eens kunnen zijn. En je weet het nooit natuurlijk, hè. Dus ik denk dat we maar eens even moeten gaan kijken. Daar heeft u een brief. Kom op, jongens. Gaan we toch even kijken, want... Kom, jongens, kom. Oh, wat is hier gebeurd? Klaas, stil. Oh, nee, toch? Kijk, er ligt iemand op de grond. Hoi, Sint en Pieter. Hopelijk hebben jullie genoten van jullie pepernoten. Zolang dat kon, maar nu is het echt klaar. Zeg maar dag tegen je pepernoten, want die zullen jullie nooit meer vinden. Fijne terugreis naar Spanje en tot nooit meer. En we hebben maar één pepernoot. Nu kunnen we nooit meer strooien, uitdelen en snoepen s'avonds. Wat doen we nu? Zonder pepernoot is het Sinterklaasfeest niet compleet. Nee, rustig, jongens. Vorig jaar is het ons ook gelukt. Hè? Toen hadden we geen bedjes om te slapen. Ja, dat is toen allemaal goed gekomen. Hè? En het jaar daarvoor waren we zelfs onze pakjes kwijt. Ook, ja. Hè? En dat is ook nog gelukt. Hè? Met de hulp van mensen van Uithoorn en Kwakel. Misschien doen ze dat weer. Hé, hey, Jan. Ja, jongens, wat is hier aan de hand? Wat kijken jullie, Sip? Alle pepernoten zijn verdwenen. Wat moeten we nu? Ja. Misschien zou je ons willen helpen. Het komt ook allemaal wel goed. Misschien zou jij de politie willen bellen voor ons. Ja, natuurlijk kan ik dat. Misschien kunnen ze ons helpen. Ja, dat gaan we meteen doen. Heel goed. Komt allemaal goed, hè? Ja? Ja, komt allemaal goed. Politie, alstublieft. Politie, goedenavond. Ja, goedenavond. U spreekt met Jaap. De pepernotenkamer van Sinterklaas is... zijn alle pepernoten zijn gestolen. Kunt u alstublieft langskomen? Ja, natuurlijk. Komen we er direct aan. Oh, dat is hartstikke fijn. Ik ga het doorgeven. Dank u wel. Nou... Ze komen eraan hoor, politie. Graag gedaan. Goeiedag. Oh, je bent er al. Wat fijn. Goeiedag. Kunt u mij vertellen wat er gebeurd is? Nou ja, het is vreselijk natuurlijk. Je ziet het, hè? Alle pepernoten zijn weg. Ja. En die zijn gestolen. Hè? Door die vrouw die op het nieuws was. Ja, ik heb het nieuwsfragment gezien inderdaad. Ja. En stelen is onacceptabel en strafbaar. Sorry. Ja, hetgeen wat wij kunnen doen is een team samenstellen. En dan gaan we een sporenonderzoek instellen. En dan gaan we aan de hand van de sporen proberen de dader op te pakken. Alleen, dat gaat wel heel lang duren. Want ja, wij weten niet wie zij is en waar ze op dit moment natuurlijk verblijft.
Dus ik weet niet of ik op tijd klaar ben, Sinterklaas. Ja, nou, goed. Ik ben eigenlijk al hartstikke blij dat jullie ermee bezig zijn. Hè? Ja. En het fijne daarvan is dat wij denken dan dat er niets meer gestolen zal gaan worden. Hè? Ja, dat en ja, want zonder pepernoten is er natuurlijk geen Sinterklaasfeest. Nee. Maar kunnen wij misschien niet iets nog doen? Want ja, zonder pepernoten, dan worden de kinderen natuurlijk super ongelukkig. Ja, dat is natuurlijk wel zo, hè. Ja, nou weet je wat, als we dan met z'n allen even bij elkaar komen, hè, en dan gaan we wat bedenken met elkaar. Dat is slim, Sinterklaas. Ja, dat is een goed idee. Zo, kom er even bij. Ja. En heeft iemand een idee? Nou, wat nou als we naar de Spanje gaan? Nee, dat kan niet. En wat nou als we fruit geven in plaats van pepernoten? Nou, dat is niet eens zo'n slecht idee. Maar dat doen we eigenlijk al, hè, met kinderen. Die geven we al fruit. Maar ja, Sinterklaasfeest zonder pepernoten, dat kan. Nee, joh, ben je mal? Ik heb wel een idee. Oh, handige Pieter, wat mag het dan wel zijn? Nou, ik heb ooit een keer gelezen in een oud boek van u over een pepernotenmachine. En die kan ik wel proberen te bouwen, Sinterklaas. De pepernotenmachine 3000, die kan namelijk heel veel pepernoten in heel korte tijd maken. Oh, dat zou wel fantastisch zijn natuurlijk. Maar er is wel één probleem. Wat is het probleem? Nou, alleen die machine bouwen, dat gaat weken duren. Oh. En alle onderdelen, die liggen nog in Spanje. Ja, maar wacht. Ik heb een idee. Vertel. Als we nou een team samenstellen met allemaal mensen en bedrijven uit Hoorn en de Kwakel. En dan allemaal handige mensen. En als mensen misschien niet handig zijn, dus niet kunnen klussen, dan kunnen ze wel spullen leveren. En als jullie die dan gaan zoeken en gaan verzamelen. En dan de handige Piet, die zet alles klaar hier in het Zuiderwardplein. Jullie brengen de mensen hier terug en dan kunnen we meteen gaan beginnen. Nou, dat is wel een heel goed idee. Dat is een fantastisch idee. Met meer hulp kunnen we misschien wel de tijd verkorten. En hebben we alle pepernoten hier op tijd voor het Sinterklaasfeest. Ja. Hey, en als jullie dat dan doen, hè, want jullie zijn toch hartstikke snel en handig. Dan zorg ik dat het spooronderzoek gaat lopen. En dat wij de dader opsporen en dat wij die gaan pakken. Ja, toch goed idee. Super. Ja, toch? Goed idee. Ja. Okay. Ja. Jongens, jullie hebben het gehoord. Kom op, we gaan ervoor. Kom. Ja, kom. Yes. Kom. Daar gaan ze, op de step door het Hoorn en de Kwakel. Op zoek naar bedrijven waar ze de juiste spullen kunnen vinden voor de pepernotenmachine, waar handige Piet het over had. Wat een boel spullen hebben ze hier, zeg. Dat schiet al best lekker op. Ze maken er wel een beetje een rommeltje van. Maar goed, ze hebben ook wel een beetje haast. Jongens, ik heb een buis gevonden! Als ze dat allemaal maar mee kunnen nemen. En door naar het volgende bedrijf. Ah, kijk daar. Daar hebben ze vast ook wel wat. Gelukkig vinden ze de juiste gereedschappen, boutjes, schroeven en moeren. Wat zullen ze allemaal nog meer nodig hebben? Nog maar een paar kleine dingetjes en dan hebben ze alles. Ze hebben nu bijna alles gevonden waar handige Piet om gevraagd heeft. Ondertussen werkt handige Piet onvermoeibaar door aan zijn meesterplan om de ultieme pepernotenmachine 3000 te bouwen. Het is wel duidelijk dat dat geen gemakkelijke opgave is. Bewonderingswaardig hoe hij elk detail tekent en begrijpt. En wij kunnen alleen maar gissen naar de betoverende smaak van de pepernoten die uit de pepernotenmachine gaan komen. Het ontwerp is klaar. Handige Piet kan beginnen met het bouwen van de pepernotenmachine. Al snel hoeft hij dat niet meer alleen te doen en krijgt hij hulp van de andere Pieten. Handige Piet legt uit wat er allemaal moet gebeuren en zet ze snel aan het werk.
want ze hebben niet zoveel tijd meer om alle pepernoten te bakken. De werkplaats van Handige Piet vult zich met het geluid van het zagen, timmeren, boren en schroeven. Alle gevonden materialen komen goed van pas. Langzaam vordert de machine. Natuurlijk komt ook Sinterklaas even kijken of het allemaal goed gaat met het bouwen. Hoe gaat het ermee, Pieter? Goed! Nog een paar dingen en hij is af. De laatste spijkers gaan in de machine. De laatste schroef gaat in de rolband, waar straks de pepernoten uitkomen. En de langste Piet zet de schoorsteen boven op de pepernotenmachine. Ik ben zo blij dat we ook Handige Piet hebben. Oh, telefoon. Hallo, goedenavond. Politie? Ja. Weet u al iets over die dief? Ja, we hebben nieuws, Sinterklaas. Na een lange zoektocht hebben we de dader opgepakt. Ze zit nu achter de tralies en kan geen kwaad meer verrichten. Ze zit vast! De dader is opgepakt, jongens! Ja! Ja, ik heb alleen ook slecht nieuws, Sinterklaas, want alle pepernoten zijn verwoest. Oh nee, alle pepernoten verwoest. Ja, dat is natuurlijk niet zo goed, hè? Ja. Maar goed dat jullie ze op hebben gepakt, hè, want dat, ja, dan kan ze geen kwaad meer doen natuurlijk. Maar, we hebben natuurlijk Handige Piet en een bedrijf in de Kwakel en Uithoren. En die zijn heel druk bezig geweest en daar heb ik alle vertrouwen in. Oh, pogels hebben ze nog aan toe. Oh, Piet, wat is er nou? Oh, Sinterklaas. We waren bijna klaar met de machine en hij werkte. Ja. En Pieter waren hem alleen nog aan het schilderen. Ja. Maar nu hebben we nog een probleem. Alle ingrediënten en de recepten, die liggen nog in Spanje. En we hebben het al geprobeerd met Spaanse peper en Franse noten. Maar Sinterklaas, ook dat wil niet werken. Ik weet niet meer wat ze moet doen. Maar dat weet ik wel, want ik ken iemand die het recept heeft. Dus we kunnen het probleem oplossen. Oh, echt? Ja, zal ik jullie ophalen? Dan gaan we samen het recept halen, oké? Okay? Oh, wat fantastisch, super! Sinterklaas, wij gaan! We gaan! Kom! Met zwaailichten en sirenes snelt de politie naar Sinterklaas. Ze vertrekken vanaf het politiebureau en rijden via de Prins Bernhardlaan over de Amsterdamse weg en via de Wieger de Bruinlaan naar het Zuiderwardplein. Daar staat de pepernotenmachine. Hoofdpiet en Handige Piet komen naar buiten gerend en stappen snel in de politieauto. Ze gaan op weg naar de plek waar het pepernotenrecept zou moeten liggen. De geheime ingrediënten van dit recept zorgen voor de lekkerste pepernoten. Wat fijn dat de politie er is om Sinterklaas te helpen. Ja, die stem! Is dat niet toevallig? Ja, is dat wie ik denk? Dat is Piet! Hey, ja, werk jij hier? Ja, ik werk hier. Wat leuk jullie er zijn. Kom binnen. Ach ja. Maar Pieter, wat doen jullie hier? Jullie moeten toch werken aan die pepernotenmachine? Ja, we zijn gewoon heel erg blij om jou te zien. Want lang verhaal kort, de dader is opgepakt. Alleen heeft zij alle pepernoten verwoest. Ja, en nou is Handige Piet gelukkig met heel veel mensen vanuit Hoorn en de Kwakel bezig geweest om een machine te bouwen. En hij doet het. Een echte pepernotenmachine. Alleen, we hebben geen recept. Ja, dat ligt nog in Spanje, ja. En nou hebben we gehoord dat jij misschien wel een recept voor ons hebt. Klopt dat? Dat hebben jullie een drukke dag gehad vandaag, zeg. Maar ik heb zeker een pepernotenrecept. Echt waar? Loop maar even mee, dan gaan we er naartoe. Oh, fantastisch, ja. Maar waar heb je gelegen? Kom. Hier ligt die. Oh. Ik heb een speciaal doosje. Een speciaal doosje? Ja, met een speciaal recept. Wow, ja, het recept. Oh, Piet, wat fantastisch.
fantastisch. Geweldig. Oh, nou, die zijn we zo blij mee. Echt. Kijk, en dit is het recept. En zijn dit dan de pepernoten? Ja, zeker. Dat zijn we. Nee, maar moet je kijken. Oh, dat zijn echt de lekkerste pepernoten die ik ooit heb gegeten. Neem me mee. Hey, en Tom, trouwens, geef jezelf ook een complimentje. Want jij hebt de hele machine gemaakt en ik alleen het recept gegeven. Ja. Dus kom, ga snel. Bedankt, doei, doei. Doei, doei. Hoi, doei. Doei. Oh, naar de pepernotenmachine, kom. Ja. Snel, Piet! We hebben hem, Piet! Kom! Ja! We hebben hem, jongens! We hebben hem! Yes. Ja! Kom, Piet, snel die pepernoten, man! Handige Piet voert alle ingrediënten in de machine en stelt alles juist af. Zijn jullie ready? Ja! Oké, licht uit! En hier is hij dan! Wat fijn dat het is gelukt. En wat zijn ze blij dat er genoeg pepernoten gebakken kunnen worden voor alle kinderen in Uithoorn en de Kwakel. Kijk ze eens lachen en plezier hebben. Ik vond het best een beetje spannend. Want het Sinterklaasfeest vier je natuurlijk niet zonder pepernoten. Gelukkig is het allemaal goed gekomen. Hallo kinderen. Oh, wat was het weer spannend, hè? Maar het is gelukkig goed afgelopen. Ja, vergeet jullie schoentjes niet te zetten vanavond, hè? En doe er iets lekkers in. Voor, zo snel. Een been, hè, een wortel of een suikerklontje. Ja, dat is heel lekker. Vergeet ook niet een liedje te zingen. Ja, want dan weten we dat je je schoentje hebt gezet, hè? En dan morgenochtend ga je naar je schoentje kijken. En misschien zitten er wel pepernoten in van mijn nieuwe machine. Ja, wie weet. Nou, dag hoor.